Michel Breuer, jullie verliezen met 2-0. Eigenlijk misschien wel de eerste echte serieuze test van dit seizoen. Zie je dat ook zo? We hebben ook tegen Eindhoven, VV zijn ook goede ploegen. En Go Ahead is ook een hele goede ploeg. Dus dat, serieuze test. Ja, we hebben meer goede ploegen gehad, maar ik denk inderdaad dat Go Ahead wel... we hebben hele sterke ploegen in de competitie. En dat, we hebben niet gewonnen, maar we zijn ook niet weggespeeld. We hebben de wedstrijd wel gedeeltes ook onder controle gehad, denk ik. Dus de uitslag is niet goed, maar we kunnen er wel wat mee. Ja, eerste half uur was niet goed. Na een half uur kwamen jullie iets beter in de wedstrijd, hè? Ja, ik denk zeker dat het optisch was dat Go Ahead sterker was, ballen erin. Ja, ik zei één hele grote kans, denk ik, die Roy goed pakt en ze daarna overschieten. En wij één goede kans met Parker Vermorst, het stiftje wat net naast gaat. Ja, voor de rest, qua kansen was het verschil inderdaad niet zo heel groot, denk ik. Misschien, wat ik zeg, optisch was Go Ahead iets sterker. Maar ja, ik had niet het gevoel dat we heel erg in de problemen waren. Uiteindelijk maken zij via een wereldgoal 1-0. Op het moment dat je zoiets hebt van ja, wie scoort gaat deze wedstrijd winnen? Ja, zeker de tweede helft had ik wel het gevoel dat het iets rustiger werd van onze kant ook. En dat we iets meer begonnen te voetballen en ook de wedstrijd onder controle hadden, denk ik. En zelfs iets beter aanvallen, niet heel veel kansen natuurlijk. Maar op dat moment eigenlijk schiet de kogel, die bal schiet erin, waar ik eigenlijk door had moeten dekken, denk ik. Maar goed, hij schiet hem wel fantastisch binnen en dat is wel een moeilijk moment. En dan is nog, ik denk nog een kwartier te spelen. En dan op het eind ga je toch met een spits erbij spelen met vier mensen voorin. Omdat je wil wat forceren. Ja, dan neem je ook het risico aan de andere kant. Op het moment dat je dat niet goed doet, dan kan Go Ahead eruit komen. Dat gebeurde dan ook bij de 2-0's kwamen eruit en die schoot hij ook aardig binnen. Aanvallend hadden jullie het moeilijk vandaag, met name om de spits te bereiken. Deel je die mening? Ik denk dat Finn wel heel veel ballen in de ploeg heeft gehouden, denk ik. Ik denk dat hij wel een goede wedstrijd heeft gespeeld. Alleen, we hebben het veel over de grond geprobeerd. En dat was niet altijd dat we daar makkelijk kwamen. Wel een aantal keer in de omschakeling, denk ik, dat we Thomas vonden en Paco. Maar daarna hield het een beetje op. Het was niet dat we daarna voor de goal kwamen of echt gevaarlijk werden. Dat vond ik ook niet. Maar ja, dus dat was niet helemaal goed. Eerste nederlaag van het seizoen kan altijd gebeuren, zeker bij zo'n tegenstander. Is het wel een gemiste kans om juist echt aan te haken bij en Volendam de top en misschien afstand te nemen van Go Ahead? Ja, dat is altijd zo. Alleen je wint vandaag niet, alleen je moet wel ook naar de wedstrijd kijken. En, we hadden de grote gedeeltes voor mijn gevoel onder controle. Leek het dat Go Ahead wel sterker was. Maar nogmaals, de uitslag is natuurlijk niet goed. Maar we kunnen hier wel mee verder. Tot slot, ook bij de vorige uitwedstrijd hadden jullie fileproblemen. Waren jullie wat laat in het stadion, vandaag ook weer. Ja. Hoe is dat nou in zo'n voorbereiding? Telt dat mee of zeg je dat mag helemaal niet meten? Nee, dat mag helemaal niet meten. Maar vervelend is het wel. Nou ja, ik bedoel, file staan is... dat doe je natuurlijk nooit voor je plezier. In de auto ook niet, dus... Dat doe je niet voor je lol in de file, maar voor de rest, dat weet je. En, we waren erop voorbereid, we waren getaped en we waren op tijd buiten. Dus dan is het nog een half uur naar de wedstrijd en dan mag dat geen rol spelen.